persbericht. Dit zijn de COVID-19 maatregelen vanaf maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni 2021. Suriname is per vrijdag 28 mei in COVID-19 code paars. Van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni 2021 gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Dit zijn de algemene maatregelen. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand, altijd in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. 4. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 2 betreffende het uitgaansverbod. 1. Het uitgaansverbod is van maandag 31 mei tot vrijdag 18 juni 2021 ingesteld. Burgers mogen op de maandag, woensdag en vrijdag tussen 8 uur in de ochtend en 4 uur 's middags uitsluitend voor hoognodige boodschappen de deur uit. Voor medische spoedgevallen, COVID-19 vaccinatie en swabs mag de burgerij altijd eruit waar en wanneer zulks dringend nodig is. 2. Slechts de essentiële diensten hebben vrijstelling van het uitgaansverbod. 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen. 4. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor regulier passagiersverkeer zijn niet toegestaan. 5. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagementteam en behoudens de uitzonderingen in maatregel 6. 6. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde COVID-19 preventieprotocollen gerekend worden tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. 7. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen. Maatregel 3. Het samenscholingsverbod. 1. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 personen. Uitgezonderd zijn de Nationale Assemblée, de regering, de staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. 2. Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. 3. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1 is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geuniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. 4. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een preventieprotocol is, zijn toegestaan. 5. Het is verboden om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte 1,5 meter afstand toelaat en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het COVID-19 crisismanagementteam. Gebedshuizen zijn gesloten. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan. 7. Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden. 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is niet toegestaan. Uitsluitend taxis van geregistreerde taxibedrijven mogen rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen. 9. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen, kunnen dat regulier doen, mits zij aan kunnen tonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. 10. Het is een ieder in de periode van 23 januari tot en met 18 juni 2021 verboden
om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten. Maatregel 4. Beperking overheidsactiviteiten. 1. Alle overheidskantoren zijn in de periode van 31 mei tot en met 18 juni 2021 gesloten. 2. Uitgezonderd overheidskantoren die voorzien in hoogst essentiële en hoogst noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving, alsmede de hoge colleges van staat. 3. Overheidspersoneel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via videoconference of andere media vergaderen of overleggen. Maatregel 5. Beperking commerciële activiteiten. Voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten van welke aard dan ook, zijn gesloten behoudens de uitzonderingen 2, 3 en 4 van deze maatregel. 2. Uitgezonderd de navolgende sectoren. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open op maandag tot en met zondag uitsluitend ten behoeve van bezorging van 8 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond. Supermarkten, bakkerijen, drogisterijen, groentezaken, slagerijen, visverkoopbedrijven, veeverkoopbedrijven, petshops, landbouwwinkels, landbouwcoöperaties, service stations, bouwmaterialenzaken en benzinestations onder de navolgende aanvullende voorwaarden. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. Deze ondernemingen mogen van maandag tot en met zondag producten bezorgen van 12 uur in de middag tot 11 uur in de avond. Uitsluitend de personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden. Slechts één persoon per gezin mag worden toegelaten tot de zaak. Er mogen maximaal 10 personen simultaan in de zaak aanwezig zijn, met uitzondering van winkelpersoneel. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken die bestemd zijn voor consumptie, met een alcoholgehalte van meer dan 30% volumeprocent bij kamertemperatuur te verkopen, nog in de zaak voor de bezoekers zichtbaar te hebben. De overige COVID-19 preventieprotocollen blijven van kracht. De onderneming is mede verantwoordelijk voor het handhaven van de COVID-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden. Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten. Verkoop van agrarische producten, groente en fruit middels stands langs de weg is toegestaan onder de volgende aanvullende voorwaarden. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. De stands dienen een afstand van minimaal 5 meter afstand tussen elkaar te handhaven. Verkoop in of voor de centrale markt is ten strengste verboden. Uitsluitend toegankelijk voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en slechts één persoon per gezin. De overige COVID-19 preventieprotocollen blijven van kracht. De onderneming is mede verantwoordelijk voor het handhaven van de COVID-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden. Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning of toestemming tot verkoop worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten. Banken, verzekeringmaatschappijen, geldwisselkantoren, geldtransactiekantoren en goudopkoopbedrijven onder de volgende aanvullende voorwaarden. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag. De dienstverlening is beperkt tot noodzakelijke diensten die niet via elektronische weg geleverd kunnen worden. Uitsluitend personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen de zaak betreden. Slechts één persoon per gezin mag worden toegelaten tot de zaak. Er mogen maximaal 10 personen simultaan in de zaak aanwezig zijn, met uitzondering van winkelpersoneel. De overige COVID-19 preventieprotocollen blijven van kracht. De onderneming is mede verantwoordelijk voor het handhaven van de COVID-19 preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden. Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten. Service stations. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend van maandag tot en met zondag van 8 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond, mits zij over een dispensatie beschikken van het Outbreak Management Team.
De onderneming mag uitsluitend zijn geopend voor doeleinden van het leveren van diesel, benzine en olieproducten. De overige COVID-19-preventieprotocollen blijven van kracht. De onderneming is mede verantwoordelijk voor het handhaven van de COVID-19-preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden. Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten. Kinderopvangcentra en crèches. Onder de navolgende aanvullende voorwaarden. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend voor kinderen van personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten. De overige COVID-19-preventieprotocollen blijven van kracht. De onderneming is mede verantwoordelijk voor het handhaven van de COVID-19-preventieprotocollen en deze aanvullende voorwaarden. Er zal van overheidswege een strenge handhaving plaatsvinden. Indien er overtredingen worden geconstateerd, zal de bedrijfsvergunning worden ingetrokken en zal de onderneming worden gesloten. Bij het ministerie van Volksgezondheid geregistreerde apotheken, neerdialysacentra, laboratoria, prikpunten, röntgenklinieken en polyklinieken onder de volgende aanvullende voorwaarden. Deze ondernemingen mogen uitsluitend zijn geopend op maandag tot en met zondag van 8 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag en indien spoedgevallen zich aandienen. Bij het ministerie van Volksgezondheid geregistreerde tandartsen, dierenartspraktijken, huisartspraktijken, fysiotherapeuten en opticiëns onder de volgende aanvullende voorwaarden. Uitsluitend indien spoedgevallen zich aanmelden. Bij het ministerie van Volksgezondheid geregistreerde COVID-19 vaccinatie- en swabposten. 3. De volgende niet voor het publiek toegankelijke localiteiten of ruimten mogen open. Producenten en distributeurs van voedselproducten en schoonmaakmiddelen, inclusief slachthuizen, mits alle medewerkers die zich naar het werk begeven een toestemmingsbewijs hebben. Exportbedrijven, extractieve industrieën en de Surinaamse vestigingen van multinationale ondernemingen en hun leveranciers, mits alle medewerkers die zich naar het werk bevinden, een toestemmingsbewijs hebben. Overige ondernemingen die een significant economisch belang dienen voor de Republiek Suriname en of waarvan het essentieel is dat deze niet tot stilstand mogen komen en hun leveranciers zulks ter beoordeling van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. 4. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen, etc. wordt dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren. Dit kan telefonisch, per e-mail of videoconferentie. Zij moeten werken met een minimale bezetting van de prioritaire afdelingen, uitsluitend voor dringende zaken die geen uitstel gedogen en onder strikte naleving van protocol. 5. Personen die zich noodzakelijkerwijs moeten begeven naar de ondernemingen genoemd onder lid 2, lid 3 en lid 4 van dit artikel, hebben op de dagen en tijdstippen dat deze ondernemingen geopend mogen zijn ontheffing, mits zij kunnen aantonen dat zij zich uitsluitend bevinden op de openbare weg om zich te begeven naar de onderneming en zij de kortste weg kiezen vanuit hun woning naar de onderneming. 6. Werkgevers die geopend mogen zijn, dienen een senior functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de COVID-19-preventieprotocollen op de werkvloer. Maatregel 6. Toegestane grenspassages. 1. De grenzen zijn uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld. 2. Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek gelden voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd. Laag, medium en hoog. Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader worden bekendgemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De klassificatie van de landen zal voortdurend maar tenminste wekelijks worden bijgewerkt. 3.
Met inachtneming van het gestelde in lid 1 worden uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaams luchtruim. 1. Nederland, Caribisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika. Outbound en inbound vluchten voor cargo- en personenverkeer. 2. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek, uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer. Haiti, geen personenverkeer toegestaan. 4. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op de woensdag toegestaan zijn. 5. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Suriname af te reizen, uitsluitend indien zij voor in- en outbound personenverkeer aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus, voor inbound personenverkeer in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2-RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname en voor inbound personenverkeer wordt de reiziger geadviseerd om 7 dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine te gaan. Maatregel 6. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het COVID-19-virus zullen in de periode van 31 mei tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname af te reizen, uitsluitend indien zij 1. in het bezit zijn van een negatief COVID-19-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname en 2. na aankomst 7 dagen in verplichte hotelquarantaine onder bewaking gaan. 7. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het COVID-19-virus zullen in de periode van 31 mei tot en met 18 juni 2021 in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben. 8. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en of personen uit essentiële beroepsgroepen, zoals expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel, vrijstelling verlenen van de vereisten in de leden 4, 5, 6 en 7 gesteld. 9. Reizigers die gerekend worden tot toeristen en personen voor huwelijksplechtigheden zullen niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. Maatregel 7. Onderwijs. Alle scholen en onderwijsinstellingen zullen vanaf 12 april 2021 tot nader order zijn gesloten. Maatregel 8. Beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is meegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.